71 nieuwe Kamerleden, 150 in totaal. Die zijn vandaag opnieuw geïnaugureerd. Schets van de voorzitter. Voor mijn feitelijke laatste vraag is informele Europese top, maar 60 dat jaar houdt u de boel oprichting van twee moties. Dus ik kan dus dat de Kees gelijk aan doen. Nee, goed, het is niet onbelangrijk natuurlijk. Ja, dat is meneer Hiddema. Ja, dank u. Hij zegt ze doen maar, wat zijn ze nou aan het doen allemaal? Maar hij moet eerst in de wc. Het kan nog heel leuk worden met die Hiddema. En hier heb je meteen contact met de medewerkers. Eigenlijk voor de supermarkt. Of zoals Hiddema net zei. Ik zeg dat ze gaan zo stemmen. Ze hebben het ook allemaal. Nou, ze doen maar. Nee, ik zoek de Partij van de Arbeid-fractie. Dat is een beetje. Heeft iets. Frans. Zal er even wennen zijn. Ja. Pijnlijk. Vieze probleem. 9 zetels. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Dus jongen, ja, mooi werk, hè? Ja, de dynastie zet zich voor. Dat dacht ik, hè? Ja. En zijn dochter zit nu in de Tweede Kamer. Dat was de assistent van Mark Rutte, de premier. Nou, er worden foto's gemaakt van de nieuwe Kamerleden. En hier staat de minister van Financiën. Gewoon opnieuw op de foto. Wil jij ook even een foto van maken? Ja, ik weet niet of ik wel helemaal vandaag goed kijk. Nee, dus kijk, als ik kijk altijd goed.